Hallo allemaal, Marga hier. Nou, ik was een beetje aan het opruimen. Nu dus gestopt met opruimen. En ik kwam van allerlei bakjes tegen. Bakjes met kleine kuikentjes. Allemaal Elizabeth Craft zijn. Grote kuikentjes, blaadjes. Middelmatige kuikentjes. Hier heb ik nogal van alles in zitten. Paaseitjes, bloemetjes, takjes. Dan had ik nog een paar zakjes die ik tegenkwam met een kist en met een hooibaal en met fruit. Hier een melkkan met fruit, een tractor, een zonnebloem en hier ook nog een kip. Dus ik dacht, weet je, ik ga het eens even opmaken. Dus ik ben weer gestopt met opruimen, dat snap je wel. Was niet helemaal de bedoeling, maar goed. Dat ruim ik ook een beetje op. Nou, ik heb deze Whimsy Mall. Die heb ik eigenlijk nog maar één keer gebruikt. Die vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dus ik dacht, weet je, die ga ik nu vandaag hierbij gebruiken. Nou, ik heb die dus uitgestanst. En dan heb ik hier een stencil van Esther. Van Elizabeth Craft Design. Dus in van de nieuwe pakken van de nieuwe collectie. Er zijn twee sets met stencils uitgebracht. En dit is er eentje van. Dan ga ik even kijken of dat ik nog wel in beeld zit, want ik ben aan het verschuiven. Ja, goed. Nu heb ik hier oxide fade jeans. Het wordt niet zo'n lange video, hoor. En dan ga ik hier een stukje met de fade jeans aan de slag. Hier een stukje met de fade jeans. Even kijken. Dit is trouwens de oxide inkt. Even kijken of dat ik dat genoeg vind. Ja, want er komt dadelijk nog wat groen bij. Of niet te overheersen. Dan ga ik hem even verleggen. Want hij is niet lang genoeg. En dit is echt zo'n mooi stencil, hè. Kijk, dat was de blauwe versie. Zal ik hem dan eerst even schoonmaken misschien? Nee, ik waag het er gewoon op. Kijk hoe mooi. Dat het er nu al uitziet. Dan ga ik nu over op de groene. En dat is de Peeled Paint. Ook oxide. En dan zie ik dat ik het verkeerde borststuk gepakt heb. Dit is geel en ik moet de groene hebben. Kijk. Maar gelukkig is alles bij de hand. Dus... Nou. Ik kon vandaag ook niet weg. Ik moet nog van alles doen. Maar ik zit op de post te wachten. Dus ik dacht, nou weet je, ga ik lekker een videootje maken. Kijk, dat hier is maar een heel klein stukje, maar is genoeg. Het hoekje op een klein stukje doen. En als je dan ziet wat voor leuk effect je krijgt met een stencil. Ik hoop niet dat het jullie het gebrom van de wasmachine heel erg horen trouwens. Die gaat nu wel heel erg. Kijk, ik zal hem even op een zo neerleggen. Ik kan zeggen op een schoon papiertje, maar dat ziet er toch hartstikke leuk uit. Hè? En dan, ja, vooral de kleurencombinatie vind ik ook heel erg mooi hoor. Dus dat doet hem natuurlijk ook wel. Even kijken, mijn handen heel erg vies zijn. Want ik gebruik vandaag alleen maar wit papier. Dus, nou, dan ga ik even kijken wat ik allemaal heb. Zo, het wordt geen lange video, want ik heb het gewoon allemaal kant en klaar hier, hè. Dus, ik heb die zonnebloem, die tractor. Dan moet ik zeggen, deze cirkeltjes, ik weet niet meer waar ze voor zijn, maar... Nou. De kip. Ik heb hier de melkkan met fruit.
dit volgens mij nog van een tractor gedeelte. Dat het eruit komt, ja, maar die gebruik ik vandaag niet. Nou, ik heb hier nog wel een appeltje. Kom, daaruit. Kijk, dan heb je ooit een live of zo voorbereid en dan heb je van alles klaargelegd. En dan, dit is ook allemaal fruit. Nou, dan wacht ik even mee voordat ik het allemaal op tafel ga leggen. Dus even kijken, waar ga ik die tractor doen? Nou, hier vind ik het zonde, want dan heb ik dat gat gevuld. Even kijken of dat, wat ik denk, dat lukt. Maar dan moet ik even de onderkaart erbij pakken. Kijken of dat er niet te ver uitsteekt. Kijk, dat kan mooi. Even kijken, dan komt de tractor denk ik hier. Zo. Zal ik de zonnebloem dan deze kant doen? Ik ben het nu alleen maar aan het leggen. Hè? Kijken van wat wil ik. Deze kan ik dan misschien wel hier doen. Met wat fruit. Nou, want daar zit een kip boven. Ik had ook nog deze. Even kijken. Een kip hier met één pootje zo. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja. Melkkan. Met wat fruit. Zo ben ik snel klaar hoor. En dan hier de. Is wel leuk hè. Even kijken, ik heb hier natuurlijk ook los fruit, maar wat ook wel leuk is, even kijken, een klein kippetje. Hier dadelijk op die tractor te zetten. Dat is ook wel weer leuk. Of kippetje of een eendje, sorry. Ik ga even vanuit mijn camera kijken. Dan zie ik het vaak nog beter. Ja. Dat is wel heel erg leuk. Nou, dan ga ik het eens even kijken. Die kan ik dan het beste als laatste doen. Want die kan nog niet vast. Even kijken. Wat ik kan doen is. Dit kan ook nog niet vast. Dat wel. Kijk of ik even een wasjetapeje heb. Om het vast te plakken. Aan de achterkant. Zodat het ook blijft zitten zoals ik wil. Dan zal dit wel. Nou, nee, zie je, dat gaat al niet. Dan moet ik echt één voor één doen. Eerst die tractor maar even doen. Nou, die blijft. Ik wil zeggen, die bleef wel hangen, maar ook nog niet echt. Ik hoop dat ik hem een beetje recht heb gezet. Nou, dit is wel heel goed kokken. En die kip die was. Zo. Even kijken. Als ik nog een kleine pootje vast kan zetten. Ben ik nog in beeld aan het werken trouwens. Helemaal niet meer maken natuurlijk. Zo. Ja. Maar die zonnebloem. Die kwam hier.
kijk zo wel leuk. Dat hij toch een stukje er bovenuit steekt. Een stukje afknippen denk ik van dit. Zo. Waar het stukje gebleven is weet ik niet, maar dat komt vanzelf dadelijk weer. Het zit een beetje te strak, vind ik. Het zit niet mooi. Moet wat rechter. Zo, kijk, dat is het voordeel van washi-tape. Dan kun je het nog even los trekken. Dit moet dan later. Hier was. Nee, die moest. Even kijken, waar is mijn. Hij dacht, ik ga niet mee. Dus ik vlieg gewoon aan de andere kant van de. Tafel. Eerst even een stukje wasstip afscheuren. Dat is gemakkelijker, denk ik. Dat is wat gemakkelijker. Kijk, zo leuk. Maar ik vind dit ook zo fris kijken. Die kleuren oxide. Ja, leuk. Nou, dan gaan we eens even kijken. Dan wil ik hem dus op deze hebben. Maar dan is het iets verhoogd misschien wel leuker. Of niet? Want dan kom ik natuurlijk dadelijk in de problemen met. Ik ga me niet verhoogd opplakken, want dan kom ik daar in het probleem met dit. Of dan zou ik dit ook verhoogd moeten plakken. Nee, ik ga me gewoon zo opplakken. Even kijken. Dan doe ik daar die onderkaart wel gewoon verhoogd erop. Ik heb nu de Art Glitter Glue. Zo. Dan moet ik even gaan staan, denk ik. Of kan ik dat zo? Ja, ik kan nog wel schuiven. Is de boven dan ook een beetje recht? Even spieken. Kijk, dan pak ik hem even hier ook nog een beetje vast. Zo. Nou, dat zal wel niet zo erg zijn. Deze komt nog hier. Maar dan wil ik denk ik, want ik zag net ook nog ergens blaadjes in liggen. Dat ze in de blaadjes staat. Deze er wel uit. Even kijken. Gaan we eerst de eerste plakken. Zo. En dan ging deze er bovenop, hè? Ja. Nou, sommige zijn dus, dit is bijvoorbeeld met distress inkt gedaan.
die blaadjes gekleurd. Maar dit is gewoon met effen papier gestanst. Dus, en dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. Je kunt gewoon allemaal wel met elkaar combineren. Zal ik hem kijken, een tussenmaatje. Wat is het tussenmaatje? Even kijken, dat is het kleinste. Ja, dat is de grote. Weet je, ik zet het er dadelijk, ik dit even platter duwen. Even wat meer lijm eronder. Ik zet er wel verder naar beneden, want het hoeft niet zo ver uit te steken. Dan zie ik wel dat ik die bruin gemaakt heb. En dat is met deze misschien dan ook wel leuk. Om dat ook te doen. Gewoon. Het valt ze zo buiten de. Kijk. Dan valt ze niet meer zo buiten de toon. Deze hierop. Recht. Ja, nou, de bruine blaadjes, die heb ik denk niet meer nodig. Of zal ik die misschien nog? Ja, weet je, als ik dan bezig ben, dan denk ik van misschien ook nog wel leuk om hier wat blaadjes te doen. Ik denk het wel. Dus dat gaan we dan ook maar meteen doen. Kijk, dan heb ik dus niet opgeruimd dadelijk. Maar ik heb alweer een klein beetje meer plek. Omdat ik dit opgeruimd heb. Dus de bak is wat leger gemaakt. Goed excuus toch? Nou, dan zie ik toch op de post moest wachten, want eigenlijk moet ik nog van alles gaan doen. Is dit wel goed? Nou, dan had ik nog een klein eentje. Dus die ga ik ook even een beetje bruin maken. Daar waar ik nog kan. Zo. En die ging hier bovenop die tractor staan, weet je dat nog? Even het uitzicht. Heb ik er nog eentje? Ik heb er nog eentje. Ik zit te denken, is ook wel leuk om hem dan hier op te zetten. Valt het dan te druk? Ik ga even weer in mijn camera kijken. Dan kan ik het altijd het beste zien. Even weghalen. Ja, de verhouding met beneden. Ja, ik denk dat hij hier beter past. Anders klopt het niet meer, dan is het boven te vol met beneden. Kijk, samen met de moeder op stap. Ik zeg maar iets, hè. Nou, dan had ik nog fruit. En dat wilde ik eigenlijk bij die melk kan doen. Appeltje. Ik pak even een pincetje, is makkelijker. En even een slokje drinken tussendoor. Appeltje. Ik denk
nog een appeltje en dan in het midden een peertje. Ja. Kijk, ik denk dat dit wel ongeveer kan. Gewoon gokken. Het pincet wat ik heb is trouwens ook van Elizabeth Craft Design. Heel gemakkelijk pincet. Zal ik hier ook maar een appeltje bovenop doen. Ik heb hier nog fruit, hè? Ja, is ook wel leuk. Net een ander kleurtje. Kijk. Echte boerderij. Nou, mis ik dan hierboven nog iets. Even kijken, zal ik. Ja. Ik zat te denken, misschien hier nog wat blaadjes, maar. Nou, het mag wel. Dan net andersom zo. Mag wel. Dus dan doen we eerst die. Kijk, een beetje hoger was dat, hè. Zo. En dit komt dan allemaal uit verschillende sets, hè. Dit is, combineert het gewoon met elkaar. Het gaat heel makkelijk. Nu ben ik een beetje met mijn pincet een beetje aan de verkeerde kant op aan het gaan, maar even draaien. Zal ik daar dan ook nog even een fruitje bij doen? Even kijken. We hebben fruit genoeg nog, hè? Ik denk toch een appeltje mooier is. Appeltje is dan weer wat minder groen in. Dus er zit ook meer rood in. En dan hebben we toch wel meer kleurverschil. Nou, ik denk inderdaad dat appeltje wel weer het afmaakt een beetje. Zo. Dan ga ik weer even in mijn camera spieken. Of dat het nu genoeg is. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg gaaf. Nou, als we eens kijken, dan hebben we eigenlijk uiteindelijk. Dat is allemaal van de kleine spul, dat heb je niet nodig. 1. Nou, die zit er nog wel in. Maar ik heb 1 bakje en ik heb 1 zakje. En ik had nog een grote zak. Helemaal leeg. Dus ik heb opgeruimd. Onder het mom van. Nou, dan ga ik deze. Ga ik denk ik toch wat verhoogd hier weer opplakken. Of niet. Het kijkt vaak wel mooier als het iets hoger zit. Dus dat ga ik wel doen. Ik had tape. Kijk, er zit nog een restje op hier. Even hierop stoppen. Kijken voordat ik me opplak. Want ik had het idee dat deze kaart, en dat heb ik nu weer. Maar ik heb ook een nieuwe bril, dus het kan ook aan mijn bril liggen. Maar dat hij niet klopt. En daar word ik helemaal kriebelig van als dat niet klopt. Want dat
Dit is 9,9. Ja, dit is toch ook 9,9. Dus dat ligt gewoon even aan mijn kijk van mijn bril. Het lijkt in mijn optiek dat het hier smaller is dan hier. Maar dat is dus niet. Ik heb het net opgemeten, dus dan ligt het gewoon nog even aan mijn bril. Ik ga wel even staan, want als iemand zit, dan zit hij. Ik heb hem al losgelaten. Nou, hij zit niet verkeerd. Kijken, nee, hij zit niet verkeerd. Even aan de kant, zodat het mooier in beeld komt. Nou, ik vind hem wel helemaal tof. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind hem wel helemaal tof. En dat in, ik weet niet, 20 minuten tijd of zo. Een keer een kort filmpje van mij, dan maak je ook niet snel mee. Nou, dan ga ik weer verder met opruimen. En dan bedank ik jullie weer voor het kijken. Vinden jullie het leuk? Graag een duimpje omhoog. Dat is bij YouTube gewoon, ja, dan kom je verder in de ranglijst, zeg maar. En ben je nog geen abonnee? Ik zou het heel leuk vinden als je YouTube abonnee wordt. En nou, voor alle kijkers, tot de volgende keer. Doei doei!